waar ik warm voor loop, voor de liefde en voor de bellen. De bellen, dat ziet u, dat zijn de zeebellen. Ja. Hele grote bellen. En ik zie hele grote stokken, die heb je zelf gemaakt? Ja. En dat, alles zelf gemaakt. Ja, en dat doe je met kinderen hoofdzakelijk? Kinderfeestjes? Ja, nou, van alles. Op de kunstmarkt, opening van een kunstencentrum, 12,5-jarig huwelijk, iemand die 65 werd, met een verjaardagspartijtje, kermis, kluintjesdag, schoolfeest, jarenfeest van het kinderdagverblijf. Van alles. Opening van het nieuwe gemeentehuis. En dat doe je al lang? Nee, nog niet zo heel lang. Mijn nieuwe carrière. Vertel eens, hoe lang? Dit is het derde seizoen. Nou, toch al het derde seizoen. Ja, maar dat is eigenlijk nog kort. Ja, ik ben al hartstikke oud. Ik mag natuurlijk niet vragen hoe oud, hè? Ja, zeker weten. Ik ben 65. Haal ik hier mijn plezier uit? Ja? Zei u dat? Ja? Altijd. Ja. Het is altijd leuk. Ja. Maar niet alleen voor de kinderen, ook voor de grote mensen. Kijk, hè. Mensen staan te kijken, ouders hebben plezier met kinderen, vaders met kindjes op hun schouders. Het is niet iets rustiger, maar het is altijd leuk. Altijd leuk voor iedereen. Nou, blijer van dan blije kinderkopjes voor je neus. Heel dus, belangrijk. Daarom ben ik gaan bellen blazen vanmiddag. Echt, het is altijd leuk. Het is gewoon altijd leuk. Ik heb nooit klachten als kinderen een beetje zeep in hun oog krijgen, moeten ze wel eens huilen, maar dan loop ik naar ze toe. En dan krijgen ze een ballon van me. En dan is het verdriet ook alweer snel over. Ik dank je voor dit interview. En heel veel succes ermee. Ja, dank en nog heel veel plezier. Ja.